Deze week was heel moeilijk. J'étais malheureux. Ik was thuis. Ik denk altijd de toekomst van Antwerpen. Niet alleen mijn toekomst, het is belangrijk voor mij. Maar ik kan niet denken dat Antwerpen zal in tweede klas spelen. Wil de rood-wit nog een kans maken op het behoud, dan moest gewonnen worden tegen Bever en gehoopt worden op een mirakel. Grosjean kon gisteren niet rekenen op de geschorste Patrick Goots. De topschutter van Antwerpen speelde dus vorige week tegen Sint-Truiden zijn laatste minuten in Antwerp-shirt en in eerste klasse. Antwerp doet de supporters al vroeg in de partij hopen op dat mirakel. Gideon Imach Boudou met zijn eerste van het seizoen. Antwerp 1-0 voor na een schitterend doelpunt van Imach Boudou. Maar net op dat moment gebeurt er dit in Charleroi. Marquet zet de Zebras op weg naar het behoud. 1-0 tegen Bergen. Winst voor Charleroi betekent zekere degradatie voor Antwerp en Heus de Zolder. De supporters van Antwerp horen wat er gebeurd is op Mambour en weten dan al hoe laat het is. Waren jullie op de hoogte van de tussenstanden op de andere velden? Nee, aan de rest wel. Aan de rest was het 1-0, denk ik, voor Charleroi, 0-0 voor Heusden. Maar nu weet ik zelf de uitslagen zelf niet. Maar het slechtst mogelijke scenario voor Antwerp wordt verder geschreven. Net voor rust maakt Marco Neer op deze manier 1-1 van. Schitterende treffer. Ook Heusden Zolder komt op dat moment op voorsprong tegen Genk. Suzuki zet de Limburgers op 1-0 tegen de grote broer. Maar de Antwerp supporters die blijven als één man achter hun ploeg staan. De degradatiespanning is dan wel helemaal weg. Eddie Johnson knalt nog even zijn frustraties en die van Antwerp hoog in het Beveren doel. De vijfde dit seizoen voor de Manchester United huurling. Maar nog geen twee minuten later staan de bordjes alweer gelijk. Moussa Sanogo met de lop over Fijs. En 2-2. Sanogo voor de wedstrijd nog met de vingers in het stopcontact. Nu met de doodsteek voor Antwerp. I think today we were just outplayed. I think the team we played today were on top form. They're a really good side. You can see why they're playing in the cup final next week. I think they're a really good side and we just weren't good enough today. But I think in other games we've just been unlucky. I think last week we played really well and we were unlucky to lose the game 2-1. But I think it's been really good. I think the fans are great and I think we've just been unlucky, that's all. Yeah, we're very, very broken. Everybody inside, every player is dead. My football. Now forget tomorrow for us. Everybody, all Antwerpen people, every people, new day. Forget. This is football. Normal football. Before thing. This time before thing. Every time working. Now no comeback. You know. Now come no callback. Now finish. De grootste fout zijn de spelers zelf. Dus en al de rest is ook belangrijk. Maar het zijn wij die het gedaan hebben of niet gedaan hebben. Dus. Het is heel gemakkelijk als speler te zoeken naar andere oorzaken, maar ik denk dat we dat niet mogen doen. Ontredderd Antwerp krijgt dan nog 3 doelpunten om de oren. Eerst doet Sanogo zijn lopje nog eens over en ook invaller Bjorn Vlemings doet de bekerfinalist juichen. Sanogo maakt zijn hat-trick dan nog rond en ook bij Beveren weten ze wat dat betekent. Antwerp leidt dus in zijn laatste wedstrijd een pijnlijke 5-2 nederlaag na een rampzalig seizoen. Wanneer je speelt 34e wedstrijd in een competitie, ik kan niet zeggen dat het is niet normaal is. Dus we werken elke week gedurende 10 man of 11 man. Ja, het is zoals en we moeten nu denken en zoeken waarom. Deze ploeg heeft niet zo heel veel nodig. Ik denk als we in iedere linie, maar ja, dat iedere ploeg zegt dat, 1 goede speler bij krijgen, dat we toch wel zullen meedoen voor over te gaan. Ik heb veel respect voor die andere ploeg, maar wanneer ik zie tegen hoe Antwerpen zal spelen volgende jaar, godverdomme, dat kan niet. Hè. Dat kan niet. Hè.